WordPress in de les. WordPress is een online blog. Het werken met WordPress is vrij simpel. Je gaat naar de website wordpress.com. Je kunt daar ook nog kiezen voor een Nederlandstalige versie. Als je al een account hebt, kun je gewoon inloggen. En anders klik je op inloggen en krijg je de mogelijkheid om een account aan te maken. Je vult je gebruikersnaam in nadat je hebt aangemeld. En als je eenmaal aangemeld bent, kom je binnen op de site van je blog. Je zult de eerste keer instellingen in moeten voeren voor je blog, wat ongeveer al met al een minuut of 3 tot 5 duurt. Als je eenmaal een blog hebt, dan kun je een nieuw bericht gaan maken. Je hebt allerlei thema's waaruit je kunt kiezen, zodat je snel een mooi uitziende website hebt. Als je een nieuw bericht maakt, kun je bovenin een titel toevoegen en onderin kun je gaan bewerken. Je ziet gewoon de bekende opties voor vet, schuin gedrukt enzovoort. Even een kleine verduidelijking. What you see is what you get. Als je deze stand gebruikt, dan krijg je dus gelijk tijdens het bewerken te zien hoe het eruit komt te zien. Als je alleen tekst doet, krijg je dus meer HTML-code te zien. Je kunt uiteindelijk een blog op het internet zetten door te klikken voor publiceren. Je kunt media invoegen, je kunt linken naar andere websites enzovoort. Als leerlingen gaan reageren op elkaar, dan krijg jij te zien dat jij een reactie hebt. Als je op reacties klikt, dan kun je zo'n reactie lezen en of bewerken. Je moet zelf weten of jij een reactie toelaat. Je kunt ook een reactie, als die bijvoorbeeld beledigend is, weigeren. Om te zorgen dat je blog een mooie look heeft, kun je bij instellingen alles nog een keertje instellen. En bij weergave, welke thema's je gebruikt, hoe het eruit moet zien, welke achtergrond enzovoort. Er zijn een heleboel om uit te kiezen, maar besteed daar alsjeblieft niet te veel tijd aan, want dan kom je niet aan je opdracht toe. Als je je blog eenmaal hebt gemaakt en hij is gepubliceerd, dan krijg je het volgende. Jullie doel voor vandaag is dan ook de opdracht. Maak een opdracht waarbij leerlingen een onderwerp via een blog moeten uitwerken en daar hun eigen mening over geven. Maak duidelijk hoe leerlingen dat met elkaar moeten delen en laat leerlingen reageren op elkaars blog. Blogs zijn bij uitstek geschikt om leerlingen zelf een mening te laten vormen en daar al wat langer over na te denken en dat vervolgens op papier te zetten. Dus hoe verwoord ik mijn mening? Wat dus een uitstekende oefening is voor bijvoorbeeld maatschappijleer. Je vindt dit blog terug op svanderweide.wordpress.com. Je kunt natuurlijk ook gewoon vanuit dit filmpje werken. Heel veel succes!